Hallo baby's, ben je klaar voor het LOL Surprise Danswedstrijd Kaartenruilspel? Het is superleuk en makkelijk om te spelen. Je creëert een team van baby's die je tegenstanders uitdagen om te dansen. Als je de danskampioen wilt zijn, blijf dan kijken voor tips en trucs. En kijk tot het einde, want dan zie je hoe je alle spelborden kunt verzamelen. En zelfs hoe je sieraden kan maken met je trofiemunten. Laten we beginnen! Maak eerst je starterset open. Elke starterset wordt geleverd met 3 boosterverpakkingen. Je kunt BB-kaarten, itemkaarten, placekaarten en surprisekaarten krijgen. Je krijgt trofiemunten, audience groove munten, een koord om sieraden mee te kunnen maken en je spelbord. Laten we nu je spelbord in elkaar zetten. Schud je kaarten en leg ze naar beneden gericht op het spelbord. Druk je 3 trofiemunten uit en leg ze aan de zijkant. Plaats je audience groove munten naar beneden gericht in het midden van het speelgebied. Pak nu 5 kaarten van je stapel. Dit zijn jouw kaarten. En je bent klaar om te spelen. In een spel met 2 spelers, zoals hier, pakt de oudste speler een munt en draait deze om. De jongste speler roept kop of munt. De eerste fase van het spel is roep je bibi's. De eerste speler zet een bibi vanaf de kaarten in hun hand in naar een van de bibi's op hun spelbord. De tekst onderaan de kaart zegt wat je moet doen als je bibi een speciale move heeft. De tekst kan bonussen geven of de regels veranderen. Daarna is het de beurt aan de tweede speler om een bibi in te zetten. Als jullie beiden elk een bibi hebben ingezet, kan de eerste speler nog een bibi plaatsen of doorgaan naar de volgende fase. De volgende fase is de verkleedfase. Spelers leggen om de beurt een itemkaart neer, onder een bibi naar keuze. Items geven bonussen aan de bibi aan wie ze gegeven worden, tenzij anders vermeld. Zoals de roep je bibi's fase. Als beide spelers de kans hebben gehad om een item te spelen, kan de eerste speler nog een item inzetten of doorgaan naar de volgende fase. De volgende en laatste fase is de danswedstrijd. Kies 1 van je bibi's om de bibi's van de andere speler uit te dagen tot een dansje. Tel de groove score van je bibi op. Tel de style score van je tegenstander op. Pak een audience groove munt. Dit is de score die het publiek aan jouw bibi heeft gegeven. Voeg dat cijfer toe aan de groove score die je al hebt. Als jouw groove score beter is dan de style score van je tegenstander, wint jouw bibi de danswedstrijd. Pak een trofiemunt en plaats deze op je spelbord. Je tegenstander moet hun bibi en hun items wegleggen. Laat nu je winnende bibi een ronde uitrusten door de kaart zijwaarts te draaien. De speler die werd uitgedaagd, daagt nu de eerste speler uit tot een danswedstrijd. De eerste speler die 3 trofiemunten wint, is de winnaar. Hoops MVP daagt Blink Queen uit. Hoops MVP heeft een starting groove van 0. Haar speciale move levert haar +1 groove op voor elke Athletics Club BB op de dansvloer. Dus dat is +2 groove voor Courtchamp en Spike. Courtchamp geeft de BB's naast haar +1 groove, zodat Hoops MVP nogmaals +1 groove krijgt. Hoops MVP heeft het item Heavyweights, dat +1 groove oplevert, maar +2 groove voor Athletics Club BB's. Hoops MVP is in de Athletics Club, dus zij krijgt +2 groove. Hoops MVP's bonus groove is 0, +2, +1, +2, wat gelijk is aan 5 bonus groove. Blink Queen heeft een starting style van 9. Het item Blink Queen's Bling Bling geeft BB's +1 style. Maar ze geven Blink Queen +2 style. Blink Queen's total style is 9 +2, wat gelijk is aan 11 total style. Hoops MVP trekt een audience groove munt. Dat is 7 audience groove. Hoops MVP's 5 bonus groove +7 audience groove staat gelijk aan 12 groove in totaal. 12 groove in totaal is hoger dan Blink Queen's 11 total style. Dus Hoops MVP wint de danswedstrijd. Onthoud, als je surprisekaarten in je hand hebt, kun je ze tijdens jouw beurt spelen. Deze kaarten kunnen het hele spel veranderen. En als je een placekaart hebt, kun je die op elk moment tijdens de eerste 2 fasen van het spel spelen. Deze kaarten kunnen ook het hele spel veranderen.
Of je nu wint of niet, er zijn een heleboel andere leuke dingen die je kunt doen met je LOL Surprise danswedstrijd kaartenruilspel. Je kunt sieraden maken met het kort dat bij je starterset zit. Je kunt je spelbord omdraaien en zien welke verzamelposter je hebt gekregen. Je kunt ook zonder spelbord spelen. Teken gewoon je eigen bord. Je kunt zelfs online spelen. Scan een van de QR-codes en vind alle tips en trucs op onze website. PlayLOLSurprise.com. Veel plezier, BB's!